Jij bent een afgraat hoor. Gelukkig wel. We komen nergens. Ja, zeker, zeker. Vergeet me niet te taggen. GTR Leslie. Oké. Komt-ie. Kijken, het is weer zover. Ik ga weer even een rondje rijden. Hij is eindelijk weer terug en dat is zo'n lekker gevoel. Iemand nog een wasmachine nodig, droger? Ik moet de garage echt opruimen. Het is een bende hier zo en de auto past er zomaar net in. Dus hoe die nu bij staat, de garagedeur die komt tot hier zeg maar. Dus het is zomaar net aan. Dat is wel zo'n beetje hoe die erbij staat. Past allemaal net. Ik moet nog even een paar dingetjes opruimen. Dan past hij er iets makkelijker in. Dus hij is een stukje langer geworden. Gek genoeg. Nooit geweten dat het zoveel verschil maakt. Ik ga gewoon weer lekker een stukje rijden. En dan startknopje. Heerlijk. Nou, we gaan eens kijken wat de dag vandaag weer brengt. Wow. Zo, cold start. TPMS malfunction. Visit Richard. Alles moet nog een beetje nagekeken worden. En dit is ook zoiets. Die doet het. Die doet het. Hey, nou doet die het ook. Van de week deed hij dat nog niet. Kleppen staan open. We kunnen weer gaan rijden. Geweldig. Zo, ik dacht eventjes een rondje te gaan rijden, maar het lekkere weer is wel voorbij, zeg maar. Zo, wat een wind jongens. Ik ga eens even de pops en bangs uitproberen. Heb ik hier wel een mooie weg voor gevonden. Standje voor de pops en bangs aan. Oké. Komt ie. Niet normaal dit. Wel leuk. Oh, het lijkt wel de 1945 Tweede Wereldoorlog. Ongekend. Maar wel leuk. We hebben weer gelachen. Heerlijk dit. Jammer dat de boulevard een beetje leeg is. Maar ja. Wij gaan de autospeurtocht doen. Ja? En voor het eerst vandaag met de auto even weg, het gezin. En we gaan een speurtocht doen met de auto. Dus iedereen die gaat inderdaad met de auto richting Zeeland of Midden-Nederland of wat dan ook. En wij blijven gewoon lekker met z'n drieën. En deze keer wij gaan genieten van onze auto. En deze keer geen smoothie. Geen smoothie? Nee, deze keer geen smoothie. Op Jentels kanaal van Jentels TV staan al twee smoothies die ze heeft gemaakt. Drie? Heb je al drie smoothies gemaakt? Ja, tover. Oh ja, dat is waar. Dus ja, nou ja, hoe zeggen we dat? Abonneer? Abonneer op ons kanaal. En vooral? Duimpje omhoog. Dus, wat is dit? Vuil. Overal is vuil. Ja, we gaan hem nog even afspoelen hoor. Jij bent een navigator. Gelukkig wel. Dus komen we nergens. Weet je zeker dat je de GTR-pen wil hebben? Nee, ik heb een hele mooie Jentel-pen. Kofferbak dicht. Nou, duik er maar in, Jentel. Wil je ook een zonnebril meenemen, Jentel? Weet ik niet. De zon gaat schijnen. Papa en mama hebben een zonnebril bij. Wil jij ook een zonnebril? Ja. Waar ligt die? Mijn kinderwagen en dan onderin. Onderin. De roze. Met glitters. Onderin de kinderwagen. Oké. Dus daar hangt de naap. Ja, daar hangt de naap. Ja. Ja. Wie is die? Die is van fietsen voor air. Fietsen tegen slijmziekte. Voor een goed doel. De koude start. Die moeten we natuurlijk even horen.
Leuk hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Dus, voor het eerst weg met de auto. Ja, nou gelukkig. Zo, dan gaan we eerst even een doekje over de auto heen halen. En daarna kunnen we gaan beginnen aan onze autorit. En waar gaan we nou naartoe? Naar een? Kasteel. In? Wauw. Wauw. Ben ik wel mooi naar voor een kasteel eigenlijk? Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Wauw. Wauw, een kasteel. Een kasteel in? Wauw. Wow. Zo, mama doet de opdracht. Wij gaan schommelen. Schoon. Vies. Heb je de opdracht al? Ja, ik kan wel. De opdracht in Wauw was niet moeilijk, maar even zoeken. Dat is leuk. Maar wel heel leuk. Zou mijn witte schoenen aan hebben. Meis, dat was een keer. Jee, we hebben de basiliek gevonden, Jentel. Echt een middle of nowhere. Nee, als Oudenbos. Heb je zelfs een treinstation? Oudenbos is toch een middle of nowhere. Kijk eens. Mooi hoor. En die is nagebouwd van de kathedraal die in Rome staat. Mm-hmm. Kijk eens. Staat Leslie ook nog eens een keer op beeld? Nou, laten we eerst eens eventjes uitstappen. Ik laat hem eventjes nog een beetje draaien. Turbo's. Een beetje af laten koelen. Nou heb ik nog steeds geen batterijtje. Ik heb een batterijtje nodig voor mijn afstandsbediening. Dus ik heb geen afstandsbediening van de auto. Lekker slim. Nou, dan moeten we hier nog een opdracht voor doen ook. Nee, we kunnen wel in de kerk. Oké, dan doe ik hier even een Instagram poster. Nou, willen jullie zien hoe ik een Instagram post maak? Dat doen we zo. Men maken de foto. Heerlijk bezig met de rondrit. Het is eigenlijk een speurtocht zeg maar en het duurt echt wel eventjes. Net aangekomen bij echt een hele mooie locatie. Horeca is dicht, dus we kunnen nergens wat gaan eten of drinken. Dus we hebben lekker een picknick meegenomen. Inclusief ons picknickkleedje. De auto staat er ook weer mooi bij. En daar zitten we dan. Lekker? Ja. Ja, ik kwam speciaal kijken. Ja, het is weer zo anders. Jullie wonen hier vlakbij, toch? Ja, we wonen daar zo een beetje. Ja. Dus. Leuk hoor. Zo vind ik allemaal gaaf zo. Ja, toch? Ik wil foto's van maken. Ja, zeker, zeker. Vergeet me niet te taggen. Welke? GTR Leslie. Ja, dan ben je een rondje aan het rijden en dan kom je in één keer iemand tegen. En dit is ook leuk speelgoed. Die hoorden we gewoon al vanaf 12 straten verder aankomen, denk ik. Bizar. Performance perfected. Wat een entrance, wat een entrance. Ja, een bescheiden klapje. Steekvlammen? Ja, toch hier. Of je zet hier zo heel terrein onder zwarte rook. Ja. Wat leuk om ze zo eens een keer naast elkaar te zien. Ja. Waar waren jullie? Wat bedoel je? Nou, dat je zegt van ik kom er zo aan, maar het duurt alsnog een half uur. Oh, ben je, je bent hier in map 3 in te komen rijden. Ja, jawel. En wij zijn de toerrit begonnen bij jou om de hoek. Serieus? Begint bij... Het kasteel van Wauw. Ja, het kasteel van Wauw. Ken je dat? Nee. Ja, wat is nou, we waren dus letterlijk naar een kasteel aan het zoeken, maar het bleek dat het opgravingen waren. Dus wij zaten te kijken, waar de fuck is dat kasteel? Opgravingen van Wauw. Spotten te spotten te spotten. Ja. Heerlijk. Vet. Zo. Zo, net een autospeurtocht gehad. Ja, vrienden van mij zijn ook nog aan het rondrijden. Dus we gaan even meeten bij de Hoesterdam. Dus daarna gaan we nog even een klein stukje rijden richting Berg op Zoom. En daarna ga ik naar huis. Misschien wordt het nog wel leuk en ga ik nog wat dingetjes filmen. Stay tuned. Zo, hoe is het met jullie allemaal? Lekker, ja, hoor. Even de camera weg. Camera weg. Het kroelen, kijk, zie je? Covid. Dus ja, ben je, of heel kroelen. Dat is je mooie zon. Altijd, wat denk je? Ja. Lekker, hè? Supercool. Ja. Alles goed, jongen. Ah, ja, lekker. Wat zei je nou net? Nou, ik denk dat ik valse lucht aanzuig. Dit? Jij bent kenner. Nou, ik ken er niks vanaf, dat weet ik wel. Moet je even een rondje rijden, dan kan je even luisteren. Ja, ik moet even een rondje rijden, Leslie. Dan kan ik even luisteren hoe of wat. Zullen we nou op YouTube zetten, of niet?
Nou, er zijn al dingen gebeurd die ik toch maar niet op YouTube heb gezet. Nee, dat is nou niet jammer. Nee. Het is niet goed voor ons allebei misschien, maar toch zeker niet voor Sander. Ik kom op een andere website. Ja, ik ga private. Hey, maar let's go. Lekker rijden. Ja, laat me horen. Als carspotters, het is echt weer gewoon de eerste lekkere warme dag van het jaar. Samen. 1, 2. Goed zo. Lekker bezig. Ja, niet normaal, hè? Echt niet normaal. Ik kom niet op film, hè? Nee hoor, ik kom niet op film. Ja. Ja. En jij bent de laatste. Maar weer een leuk clipje bij elkaar. Ja, toch? Even weer de kopjes laten draaien hier zo in berg of zo. Denk het wel, hè? Hey, daar ben ik weer. Inmiddels even onderweg naar een vriend van mij. Dennis, jullie kennen hem vast wel van enige vorige video's van mij. Mr. Border Run. En we gaan eens even kijken of we misschien even een leuk filmpje kunnen opnemen. Kijk. Kom je aan bij je maatje, Dennis. En wat zie je dan staan? Toch ook wel dikker, jongens. Een apart kleurtje zo, hè? Ja. Het is wat anders dan een GTR, maar prima ding. Ja, ik rijd nogal veel, dus de kilometers die ik maak is wel lekker als het zuinig kan. Ik heb net getankt zonder 170 kilometer op te tellen. Oké. Okay. Met één tank? Mm-hmm. Holy shit. Maar is dat jullie daily dan? Ja. Ja, we hebben nog een andere auto erbij. Dus waar mijn vrouw eigenlijk in rijdt. En dan voor een boodschapje pak ik die ook wel. Maar als ik even één smoesje heb om in deze te rijden, ben ik weg. Ja, precies. Dat snap ik wel. Ja, ik ben heel blij dat ik hem weer terug heb. Ja, dat snap ik. Ja. 552 dagen niet gereden. Holy shit. Ja, op een gegeven moment klapte corona erin. Toen kwamen gewoon de spullen niet opgestuurd. Nee. Dus ja, ik kom allemaal uit Japan natuurlijk. En het lag gewoon op depot om verzonden te worden. Ja, ze deden het gewoon niet. Nee. Dus even van corona, lukt niet, kan niet. Half van personeel en bla bla bla. Allerlei smoesjes. Toen kreeg ik het opgestuurd, toen miste er nog een paar dingen. Dus ik heb alles moeten missen, alle leuke ritten. Jij had toen op een gegeven moment volgens mij een tunneltour staan gepland. En vlak daarvoor toen klapte die oude maag erop. Ja, dat was al een poos geleden. Ja. Hadden we die tunneltour gedaan. Dus want ik had al een introotje gemaakt van naar die tunneltour mee te gaan doen en dat soort dingen allemaal. Ja, en dan mag ik op de zijlijn meekijken. Maar was er RS3 die op jou klapte? Ja, ja, RS3. De jongen die heet Glenn. Ik zal zijn achternaam niet noemen. Ik zal hem even warm draaien alvast. Maar, ja, dat is goed. Mijn is denk ik wel warm. Nee. Ik rij hem eerst even naar achteren, Dennis. Want anders dan... Hey jongens. Hey. Alles goed? Ja. Mooi.
duimpje omhoog. Ja, dat is beter. Ja, dat is makkelijker, hè? Zo gek. Hey. Ah, dan moet je nog een keer doen. Oh, oké, komt u nog een keer. Tering, dat is gaaf. Heb jij nog gekeken hoe hard we reden? Ik heb helemaal niet... Ja, moeten we maar niet op YouTube zetten. Nee, wij reden piep! Ja, dit is wel gaaf! Dit is fucking goed, jongen! Kijk ze eens even staan. Wat een wagen! Ja, bizar. Ik dacht ook wel, ze wordt misselijk, maar dat... Zo, ik sta nog steeds in. Ik ben blij met dat ding van die... Ja, je voelt het, hè? Zo, ik voel nog steeds de snelheid, jongen. Ik heb er niet in gereden, maar ik heb met hem... Ja, nee, ik heb met hem in een andere Lambo gereden. Fucking goed, jongen. Maar die ging niet zo hard. Ik heb in een... Ik sta nog steeds helemaal zo... Houd erin, Aline! Dat is ook wel leuk. Wat een blok! Die gaat niet bij jou, hoor. Dat is dan maakt het groot. Ja, volgend jaar dan ook er wel bij. Ja, dan ga je voor de duizend kaarten. Ja. Zo. Het is mooi dat jij dat blok erop hebt. Ik heb dat ook ergens staan. Mm-hmm. Dat jullie gebouwd hebben, want er staat niet bij mij zo op het schotblok. Kijk, dit is toch bom, jongen. Ja. Ja, bij mij mist er nog één tankje. Die moeten we nog in voor die oilpadscan. Dan is dat oranje allemaal oranje, weet je wel. Dat is net wel gaaf. Ja, wat ga je doen? Ging je salto doen? Nee, ik ga helemaal niks doen. Ga je geen salto doen? Ja, na 13 bier misschien, maar die wil je niet op de camera hebben, denk ik. Nou, we gaan eens even kijken. Oh, er zit voor een kat erbij. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Oh shit. Moet ik een andere batterij erin houden? Hoor ik hem wel dicht zo, hè? Ja, ja. Hier kan ik echt op staan, hè? Ja, dat weet ik. Je staat ik heb het al nooit gedaan, joh. En dat is plastic waar je nou op staat. Dus serieus? Ja? Ja, dat is plastic. Dus ik moet iets hierheen. Ja, dat lukt wel waar je nou staat. Niet keihard afzetten dan wel. Nee. Wacht even. Gewoon net hard genoeg. Kijk maar van. Ja, kan die? Ja, dat is slim. Gaaf, man. Hey. Ja, prima. Toppie. Nice, bro. Sick. Ja, ik zet er nu niet hard af hoor. Ik liet me gewoon een beetje vallen. Ja, precies. Dat kan het wel. Ja, toch? Dat is een lach op zo'n auto, of niet? Ja, een kat komt spootjes terecht, zie je wel. Dit is leuk, hè? Tim die even een salto doet gewoon vanaf een GTR. En zijn schoenen zijn schoon in ieder geval, dus... Maar ik laat het bij de meiden toch niet toe. Ik vind dat een beetje eng. Maar ik vond het wel gaaf. Absoluut. Het is mooi. Zo jongens, dit was wel echt een hele gave dag eventjes. Ik was natuurlijk even langs een maatje van mij gereden. Dennis, hey Mr. Borderun, jullie kennen hem allemaal wel. En Tim was daar. En gewoon super gezellig. Eventjes gewoon lekker even met de auto's even een stukje rondje gereden. Ja, het ging af en toe een beetje te hard misschien. Maar dat hoort er even bij. Hey, je wilt toch laten zien wat zo'n auto kan. Ik laat een link achter naar de vlog van Tim. Daar zitten Dennis en ik ook in. Echt super gaaf, even rondje gereden. En ja, Zeeland is gewoon natuurlijk super mooi om even rond te rijden. Het is vandaag zondag. Het is natuurlijk gewoon lekker weer nu. Dus echt genieten van de auto's. Ook een hoop andere mooie auto's onderweg nog tegengekomen. En daar ook nog zo iets oranjes. Vergeet vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan onder deze video. En vergeet geen duimpje omhoog te geven als je deze video ook gewoon lekker leuk vond. Aangenaam om naar te kijken. Heb je vragen, tips, ideeën, whatever. Laat het me weten hieronder. En ja, hiermee sluit ik de vlog even af. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Blijf mij volgen. En ik hoop deze zomer heel veel content te kunnen filmen met heel veel leuke dingen. En ja, ik zou zeggen, blijf kijken. Stay tuned. Ze denken, wat gaat er nou gebeuren, maar dit is gaaf. Sprong deel 2. Het is echt koud, man. Ja, he. Ik kan amper de camera stil houden. Dit is echt super gaaf. Tering. Ah, dat vind ik echt gaaf. Maar cool, toch? Ja, absoluut.